laten we dat combineren. Dus wij gaan dat makkelijk uitleggen. En wij gaan ook gewoon echt in praktijk laten zien hoe wij dat toepassen. Door de komst van social media is het voor veel mensen steeds belangrijker om mooie foto's en video's te kunnen maken. Niet gek, dachten Dali en Joost, die hun eigen YouTube-kanaal Versus oprichten. Hier proberen ze door middel van verschillende challenges hun kijkers wat te leren over film en fotografie. Deze week hebben we weer een nieuwe challenge bedacht. We gaan namelijk hier iets in de thuisstudio doen. En we hebben er maar 15 minuutjes de tijd voor. Superkort. Versus is een YouTube-kanaal waar wij eigenlijk alles uitleggen rondom film en video. We hebben daar tutorials op, zodat mensen leren hoe ze beter zelf foto of video kunnen maken. Maar we dagen elkaar ook elke week uit met een leuke challenge, waar wij zelf eigenlijk die technieken en tips toepassen. Het begint eigenlijk zo dat een van ons elke week verzint dus een nieuwe challenge. En om de week wisselen we dat af. Dus Joost die geeft mij bijvoorbeeld een opdracht. En die moeten we dan uitvoeren in een bepaalde tijd. En dat kan dus van alles zijn, tot film, tot aan fotografie. Maar dus zo breed dat er dus eigenlijk ook een stukje leerstof in zit, waardoor we dit gewoon goed kunnen uitleggen. Wat we gaan doen is, we hebben 15 minuten de tijd. Je pakt zomaar iets hier uit de woonkamer. En je maakt er de vetste productfoto van met je mobiel. Het was nodig om zo'n kanaal te beginnen, omdat je merkt dat er heel veel Engelse, Amerikaanse, best wel saaie tutorials zijn. Dus dat wil je vooral, ja. Even opzoeken van hoe moet ik mijn camera instellen of hoe maak ik meer diepte in mijn foto's. Was je zo lang kwijt voordat je echt een goed antwoord had. Ja, dat wij dachten, laten we dat combineren. Dus wij gaan dat makkelijk uitleggen. En wij gaan ook gewoon echt in praktijk laten zien hoe wij dat toepassen. Ja, dus het is meer een beetje dat stukje entertainment erbij. Wat het extra leuk maakt in plaats van dat je gewoon 15 of 20 minuten lang naar je instellingen zit te kijken. Weet je wel, je ziet ook echt het praktische daarvan. We doen het natuurlijk in een bepaalde tijd. Dus stel, we krijgen maar een uur de tijd. Ja, soms is het eindproduct alsnog niet helemaal top natuurlijk. Maar we hopen dan jou de stof te kunnen hebben gegeven. Dat je alsnog kan denken, nou, ik heb hier gewoon een hele dag de tijd voor. Dus dan kan je iets veel vetters maken eigenlijk. Ook voor de challenge van vandaag, het maken van de beste productfoto met je telefoon, hebben de jongens natuurlijk een bijpassende tip. Ik heb dan hier nu mijn blikje, mijn product, en ik heb net een flesje gevuld die kan sprayen. En wat ik dus wil gaan doen is, om dit blikje dus extra mooi te maken, dat het net uit de ijskast komt, spray ik hem een beetje nat, dat het lekker gaat druipen, en dan lijkt het dus echt op een lekker koud drankje, terwijl die eigenlijk al lang lauw is. En als ze dan beide hun challenge hebben volbracht, liegen de foto's er niet om. De mannen van Versus kunnen zeker weten fotograferen. Onze eerste video staat sinds kort online en er staat nog veel meer op de planning. Dus volg ons eventjes op The Versusgram op Instagram. En via... Laat je inspireren. Ja, zeker. Laat je inspireren. En via daar kan je al onze socials vinden en like en follow hem eventjes.